Goeiedag, ik ben boomspinazie. Boomspinazie. Onkruid van de toekomst. Njam, njam. Hallo? Mijn naam is Epazote, Mexicaans bonenkruid of kilikili. Moka. Een eeuwig moes of douwbenton kool, vaste koolsoort, een beetje de buxus onder de kolen. Wat is dit? Een physalis. Ah. Okay. Jacon. Jacon of appelwortel. Fantastisch. Heel plant. Lekker. Super mooie bladeren, zoals juist pijltjes. Mag je eten grote wortel? Grote knollen. Een beetje tussen Granny Schmidt en patat in. Hier het bloemriet of de Canna edulis. Gigantische plant met eetbare knollen. De vaste plant. Citroengras. Lemongrass. Voor Thai cooking. Courgetten. Dahlia's. Canna. Courgette zie ik niet, met de pikkeltjes. Ah, oh, dat is banaan. Bananen? Toch? Bananen. Notenbomen. Waar? Nou oh, ja. Dit? Papaya. Papaya. Hier moet je eens ruiken. Een vaste plant die zich uitzaait. Ziet er een beetje uit als patat van bloemetjes. Is een solanum. Is dwergboomtomaat. Moet je maar een keer ruiken aan een heel specifieke stinky geur. Boomtomaat. Daar komen kleine vaste, iets tussen aubergine en tomaatjes in. Ziet dat eruit. En rauw eetbaar. Rauw eetbaar, moet goed rijp zijn, maar dat kan eigenlijk alleen maar onder beschutting in de serken. Paarse peultjes, we hebben hier ook heel veel. Allemaal stikstoffixerende planten om de serre grond die helemaal uitgeput is van 15, 30 jaar, eigenlijk te herstellen. En elke paal, klimconstructie. Voor alle soorten stikstoffixerende planten, heel veel verschillende soorten bonen, kousenbandboon, simsim, laplap, die gaan we nog allemaal tegenkomen. Heb je iets gevonden? Die weet ik niet meer. De witte bladjes achteraan. Ja, die weet ik niet meer. Netelachtig, kan gebruikt worden als bindmateriaal. Ah, ja. Hier zie je ook weer een aantal vaste planten, een aantal bomen. Wat kolen. Heel veel kolen, bodembedekkers, die eigenlijk al die grond, die bodemherstel moeten doen. Er is hier massa's bladmateriaal, een aantal 15 camions bladmateriaal ingevoerd. Heel veel zweels ingetrokken, die ook beregend en bevloeid worden, zodat dat leven zich weer op gang trekt. We zien kevertjes, we zien kikkers. We zien eigenlijk van alles dat voorheen gewoon uitgeputte, uitgedode rond was die 15 jaar onder plastic heeft gezeten en wit was van het zout. Dit na 6 maanden. Zie, ongelooflijk hè. Papyrus. Papyrus als waterzuiverende plant. Rode waterpeper. Ipomoea. Prachtwinden. Eigenlijk is er van die blote grond niks meer te merken. Heel de zwemvijver werkt als batterij om de serre vorstvrij te houden. En als waterbuffer. En om toeristen te lokken. Gigantisch lang, heel zacht van smaak. Echt een boterachtig smaakje. Prachtige boon, alleen puur buiten iets te moeilijk. Hè? Dus die moet je eigenlijk heel beschut of onder beschutting staan. Je moet er hier zien, het zijn
ik overdrijf niet, maar vlot tegen een meter aan deze kant. Die ook in alle kleuren, heel fel gekleurde amarant, een blad amarant. Brengt wat kleur in de zaak. In de salaal. In de salaal. Simsimboon of laplapboon wordt ook genoemd. Weer zo een die eigenlijk buiten net niet lukt, maar in Serres, dat er meer en meer mogelijkheden komen in Serres, eigenlijk perfect te gebruiken. Het is een vaste plant. Er zit een Afrikaanse hoornkomkommer, een kiwano ook nog tussen, een kleine stekel. De Bikiburgboom, Tuna sinensis. De ajuinboom. De ajuinboom, ja. Schoon blad, hè? Het is jammer dat je het niet ruikt, hè, maar de geur van gebakken ajuin komt weer. Een heel snel groeier. Wordt gebruikt voor het blad. Het is een van de planten die meest fenolen zouden bevatten. Dus heel gezond. Als gestoomde groente, als jonge groente. Eén keer planten en je hebt er 150, 160 jaar deugd van. Mm. Slangkomkommers. Weet ik niet. Dat is een stuk dat minder of zelfs helemaal geen water krijgt. En krijg je meer een mediterrane flora. Abrikozen. Abrikozen. Persiken. Nectarine. Die zijn allemaal nog maar net aangeplant. Die hebben nog iets meer ruimte nodig. Iets meer tijd nodig om uit te groeien. En boomtomaten die eraan komen, dwergboomtomaten. Mm-hmm. Ah ja, die zijn al een stuk verder. Nee, maar die moeten echt rood, maar dat gaat al een stuk verder. Gigantische mais. Geen saaie gele mais, hè? Maar heel mooie verschillende kleurtjes. Wauw. Allemaal zaadvaste rassen. Het is nog iets te vroeg om goed afrijpen. En dan kun je daarmee weer alle kleurtjes gaan maken. Hè? Bos van litchi-tomaten. Fantastische planten, maar niet te plukken. Woekeraar. Gigantisch, vrij woekeraar ziet wat dat hem inneemt. Heel stekels. Mooi. Heel mooi en vol stekels. Dat zijn de stekels. Een bladkool, die is opgeschoten. Die een heel mooi ingesneden blad maakt. Dat is bijna rucola. Ja, een koolsoort. Het is een pan van alles. Vanachter heel veel kale bassen, die zie je daar van boven hangen. Dat zijn eigenlijk een paar planten, die gaan gigantisch. Bedekt de baar. De buitenkeuken en de kleedkamer is helemaal met een paar plantjes. En je krijgt, ja, als we eronder staan, massa's eetbare vruchten. Je kunt ze laten uitdrogen. Je hebt muziekinstrumenten. Allemaal amaranten. Men ziet ook een stukje links hoe de serre hier begonnen is. Wat een toestand van de grond is om te beginnen. Dit stuk wordt eigenlijk verhuurd, gebruikt als meer volkstuintjes in de serre. Dat is eigenlijk de volstrekt uitgeputte, uitgeloogde grond. Nu hangen er wat schommeltjes, maar dit is eigenlijk de startsituatie geweest. Ook slakken vinden stil aan de weg. Ja, en ze zijn vrij groot, hè? Ja. Heb zeebieten. Wat is een dropplant, deze? Je hebt dropplanten. Hier komen we weer in een experiment met veel eenjarigen, klassiekere dingen uit de moestuin. Daarnet hadden we een stuk met papaya's, mango's en van alles. Hier hebben we de okka, een knolletje, een knolletje die ook wel graag wat warm heeft, precies een klaverplatje. Mm-hmm. Pepers, basilicum, watermeloenen. Eigenlijk één samenspel. Het is overvloed. Dit seizoen is het gewoon, krijg je niet op. Experiment. Hier is
veldje met sojabonen. Een paar blijvende sojaboontjes die het in deze temperatuur moeten uithouden. Je ziet hier ook, niet alles lukt in zo'n serre. Heel grote bergen met bladmassa, daar hebben we tomaten op geplant. Lukte keigoed tot een paar weken geleden. Dat eigenlijk de tomatenmeneer Mot, meneer Vlieg, attaqueert en eigenlijk alle tomaten heel snel liquideert. Dus het is kwestie van dat snel op te ruimen, te zien hoe dat verder evolueert en of dat een blijver is of niet. Aubergines in alle kleuren en maten. De witte, de gele, paprika's, pepers. En hier hebben we gewoon okra's in verschillende kleuren, die inderdaad gigantisch worden. Een oppervlakte van ongeveer 3000 vierkante meter. Op 6 maanden tijd, je krijgt dit eigenlijk nooit opgevreten. Hè? De meeste daarvan zal niet eens opgegeten worden, maar gewoon dienen om mulch te worden. De om de bodem te voeden, om weer in gang te trekken. Muskaat, pompoen, pepaduws, komkommers, heel veel pepers, alle soorten kleuren, verschillen in graad van pikant zijn. Komkommers, meloenen. Silan, ik weet het niet meer, naam vergeten. Plantje dat eruit ziet als wat patatachtig. En die ook bloeit als patat. Het zijn de vruchtjes die gegeten worden, maar pas als ze heel rijp zijn. Mm. Maar weinig te vergelijken. Heel mooi bladje, echt een patatachtig blad. Wauw. Naranjillo. Denk ik, ik herinner het mij niet. Iets. Mooi blad, precies een aubergine, maar dan ook weer met veel stekels op. Asperges, eigenlijk nergens een plekje blote grond nog. Afrikaanse hoornkomkommer, kiwano. Mooi, leuke sierplant, lekker, maar neemt eigenlijk gigantisch veel plaats in. We zijn hier nu een serre van 3000 vierkante meter. Als dat uw eigen serre is, ja, neemt die alles in. Voor relatief weinig vrucht. Maar heel veel organisch materiaal, heel veel bladmassa die nu aangemaakt wordt, komende teelten te ondersteunen. Voilà, hier ook een stuk waar tomaatjes stonden, gewoon opgeruimd om weer plaats te maken voor winterteelten. Je voelt hier dat de herfst begint te naderen, maar dat je eigenlijk ook heel veel ruimte krijgt om winterteelten te zetten. Een niet gestookte kas die dit seizoen enorm verlengt. De geulen zijn weer met hetzelfde idee, water opvangen. Het water liep naar daar en het liep weg. Laten staan. Ja. Kan incijpelen in de grond en heel veel bladmassa. En je ziet, het is nog niet overdreven vochtig daaronder, maar die dode grond begint heel langzaam weer in leven te komen. Heel veel organisch materiaal. 15, niet kruiwagens, maar camions. Dat is gigantisch veel. Allemaal ingevoerd om dat bodemleven weer hang te trekken. Vocht en organisch materiaal gaat ervoor zorgen dat er hier weer leven komt in de dode boel. Mm-hmm. Oké. Okay. Hier ook een opkweekplek. Stookkamer, bij wijze van spreken een klein kamertje, warme zagen, stektafel. Wordt volle bak opgewarmd op het zuiden. En daar zit een onder een heel systeem met compostbakken. Die worden eigenlijk ingeschoven in de winter daar met compost, die volle bak begint te groeien, die temperatuur haalt, isoleert. Nu zitten we aan 26 graden. Beetje hetzelfde als de buitentemperatuur, maar in de winter krijg je eigenlijk een broeibed met water. Waarop dat mogelijk is om alle soorten zomergroenten en zomerplanten op te kweken, voor te kweken, die nodig zijn om zo'n heel systeem te vullen en te voeden. Zaaien, pauwpauws. Waar is een pauwpauw? Papaya's bedoel ik, wissel die altijd hier. Allemaal zeiling, papaya's, kava's. Leuke planten is. Ik heb een lekker schat. Weg.